Voor de les begint willen de leerlingen eerst een minuut stilte houden voor de vader van Erik, die op dat moment euthanasie krijgt. Oké, is iedereen ready? Als hij gaat lachen, dan krijg jij direct een stoot in je gezicht. Oké, laten we gewoon nu stil zijn totdat het 1 minuut over is, ja? Het doet me wel iets. Als iemand die eigenlijk zich zoveel voor mij ook inzet, zijn vader verliest. En vooral omdat ik niet altijd een goede band met mijn vader heb. Ja, dan vind je het toch wel speciaal en gun je het hem ook om bij zijn vader te zijn. En dan heb je er alleen maar respect voor. Kunstenaar Raquel van Haver wacht intussen geduldig. Al heeft ze veel zin om de groep te ontmoeten. Ik schilder vaak subculturen. Dus ik vind het altijd heel interessant om met jongeren te praten. Om te kijken waar ze zich eigenlijk mee bezighouden. Zodat ik dat ook weer terug kan plaatsen in mijn schilderijen. Hey. Hoi, Areskaya. Raquel. Ik hou van kunst, dus ik wilde gelijk aan de slag. Kom op jongens, laten we dit doen. Maar Areskaya moet nog even wachten tot ze ook echt mag gaan tekenen of schilderen. Want Raquel wil eerst wat vertellen over haar achtergrond. Ik ben geadopteerd en uiteindelijk als klein meisje ben ik naar Nederland gekomen. Dus ik ga jullie een klein beetje door mijn fotoboek heen laten bladeren. Mijn moeder, adoptiemoeder, Nederlandse adoptiemoeder en mijn opa en oma die een hele grote rol in mijn leven hebben gespeeld. Dat bijna hetzelfde verhaal als ik eigenlijk. Want zij is geadopteerd uit Colombia en ik uit Haiti. Dus ik voelde haar op dat moment wel. En mijn zusje, zij komt uit Sri Lanka. Dus we waren een heel erg samengesteld gezin. In het begin helemaal geweldig. Tot een bepaalde leeftijd. Toen werd iedereen een beetje opstandig. Ging het niet zo goed in huis. Maar ik had deze meneer, mijn opa, en die was kunstenaar. Die nam me eigenlijk altijd mee naar de zolder. En dan ging hij daar op een krukje zitten, ging hij schilderen. Het is altijd prettig als een leraar iets van zichzelf geeft. Want dan krijgen wij ook het gevoel van wij zijn niet de enige. Dus ook al heb je succes, betekent niet dat het leven altijd goed is gegaan. Uiteindelijk op de kunstacademie beland. En op de kunstacademie vertellen ze je altijd dat je niks kan. Dus daar moet je wel even doorheen. Dat heeft me wel echt gewoon gemaakt wat ik nu ben. Zo het puberen, het experimenteren, het straatleven. Kunst heeft mij echt best wel gebracht waar ik nu ben. Mijn eigen inspiratie kunnen gebruiken in de dingen die ik wil doen, de dingen die ik interessant vind. Maar ook gewoon zelfstandigheid. Raquel, die in 2018 de Koninklijke Prijs voor de Vrije Schilderkunst won, is een van de jongste kunstenaars die een tentoonstelling heeft gehad in het Stedelijk Museum. Ze maakt gigantische schilderijen die geïnspireerd zijn op haar ervaringen en ontmoetingen tijdens haar reizen naar achterbuurten in Afrika en Latijns-Amerika. Maar ook gewoon haar eigen omgeving, de Bijlmer. Wat ik eigenlijk allemaal aan het doen ben, is vooral feestjes geven. Kapot leuk. Ik zei wel tegen iedereen, jullie mogen zo dronken worden als je wil. Maar ik loop wel met een camera rond. En dat resulteerde eigenlijk in deze werken. Damn. Dus er zijn allemaal verschillende gebeurtenissen van die avond bij elkaar gebracht en mijn eigen draai er aangegeven. Als voorbereiding op de muurschildering die de leerlingen in de volgende lessen gaan maken, wil Raquel beginnen met een oefening in je laten inspireren door wat je ziet. In dit geval de tekening van een klasgenoot. Raquel deelt de groep in duo's en ze mogen om zijn beurt tekenen. Probeer maar, gewoon beginnen. Emma. Ja, ik heb er echt geen zin in hoor. Ik haat tekenen, ik haat kunst. Het is niks voor mij. Anouk en Emma vormen niet het enige duo waar het stroef loopt. Selena en Damien zijn door Raquel, die niet weet van de eerdere confrontatie, ook bij elkaar gezet. Damien wacht nu af of Selena nog wel met hem wil werken. Selena kwam niet naar mij, dus toen heb ik mijn pak aangedaan en ben ik gaan staan bij de jongens. Ik zie hier ook een nummer 3. Ja, nummer 3. Ja. Ja. Hoe bedoel je? Daar nog één hoor. Daar nog één hoor. Jij mag de telefoon. Ja, dan moet ik eigenlijk één voor jullie. Nee. Nee, dat hoeft niet hoor. Ja, dan wordt het lastig met tekenen zo hè. Ja, maar doe dan niks. Goed. Toen werd ik op mijn vingers getikt en toen dacht ik, nou, als ik niet mag tekenen, wat doe ik dan hier in de klas? Dan ga ik lekker weg. Want het is niet leuk als iedereen lekker zit te tekenen en dingen mag doen en ik niet. Wat zijn jullie precies aan het tekenen, het kruis in het oog? Nou, zij begon met ogen. Mm-hmm. Toen kwam ineens in mij op om allemaal geloofstekens eromheen te doen. Oh, dat is cool. Om te zien van ja, bij ons zijn onze ouders gelovig. Mm-hmm. En dan zien ze dingen anders door het geloof en niet hoe ze het zelf zien. Maar dat bepaalt wat. Bij sommigen kwam er wel een hele diepere betekenis in los meteen. En bij anderen die waren nog steeds meer aan het zoeken. Maar het is ook fijn om te zien waar iedereen toe in staat is. Is dat Will Smith? Je maakt toch geen ananas, hè? Nee, bro, dit is gewoon een groentepik. Het is gewoon
paprika of zo. Ik probeer gewoon mezelf te tekenen. Uh-huh. Want ik ben in mijn eentje, dus ja, ik weet niet wat ik anders moet tekenen. Ja. Ai. Maar we gaan zo wisselen, dus dan kan je sowieso met iemand. Ik moest met Damien, maar Damien wel op dat moment niet. Dus ik was alleen, dus ik zat ook van, ja, wat moet ik dan? Dan moet ik gewoon zelf mijn tekening afmaken, toch? Wat zou je verhaal zijn als je zou gaan tekenen? Niks. Nee? Ik had gewoon zin in of zo. Lucia mist Damien inmiddels al een tijdje in de les en gaat kijken wat er aan de hand is. Ben je oké? Vind je het leuke les? Nee. Nee, waarom niet dan? Omdat ik niets mag doen. Hoezo niet mag doen? Ja, ik mag niet met z'n drieën. En Selena wil natuurlijk niet met mij. Vanwege de eerdere les. Dus ja, dan houdt het op. Hè. Blijf in constructieve communicatie. En je herkent jezelf in Selena. Want zo dicht gaan kan jij ook. Nu zet zij een spiegel voor jou. En nu is het de kunst, hoe komen we daaruit? Maar als iedereen links en rechts zijn frustraties en zijn triggers op elkaar gaat zitten afreageren, hebben we straks oorlog hier. Kijk naar Jimmy, wat hij geleerd heeft. Probeer ook de lessen toe te passen. Dus jij helpt mij om mij terug te sturen de klas in. En om het toch weer te proberen en niet wegblijven. En dat het ook belangrijk is om door die confrontaties heen te lopen. Alle nummer 1's mogen hun ogen dicht doen. Wie is nu alleen? Oké, jullie twee mogen met elkaar dan? In de les is de groep al gerouleerd en daardoor kan Damien nu verder met Jasmijn. Lucia en Raquel proberen intussen Emma toch weer bij de les te trekken. Zullen we samen tekening even maken? Ik heb er gewoon geen zin in. Ik heb er echt geen zin in. En die 100% inzet en positiviteit? Ja, vandaag heeft het. Kan je die aanroepen nog? Ja, vandaag heeft het. Ik vind het heel moeilijk om bij haar er doorheen te komen, omdat ik het idee heb dat als ik wil, per definitie wil zij niet. Probeer te kijken, hè, waar je blokkeert. Hè? Ik blokkeer niet, hoor. Het lijkt er wel op. Nee, dan zie je het verkeerd. Sorry hoor, maar dat kinderachtige gedoe dat ze in een heel wit vel zwart gaan lopen krassen en dan met elkaar op elkaar gaan lopen smeren, ja. Zit je nou op Dream School of zit je nou op de peuterspeelzaal? Je bent een psycho. De leerlingen die wel tekenen, hebben inmiddels de opdracht gekregen om elkaars werk af te maken. En dat gaat inderdaad niet overal even subtiel. Probeer het hele blad te gebruiken. Probeer het hele blad te... Ja. Oké. Okay. Ik wil nog bozere tekeningen zien. Ik zie mensen nog steeds aaien. Als Raquel de volgende opdracht uitdeelt... Naar beneden, ja, en weer terug. Namelijk instrueer je partner om met ogen dicht te tekenen, doet ze toch weer een poging om Emma aan de slag te krijgen. Zij moet haar ogen dicht doen, dus jij vertelt wat zij moet doen. Dan hoef jij niet te tekenen, maar dat doe je wel mee. Ja, dat is goed hoor. Ja? Wat moet ik doen dan? Tekenen met je ogen dicht. Maak een rondje. Goed zo. Wat moet ze nog meer doen? Je hebt het verkeerd rondje gemaakt. Ik zag er wel een klein beetje openbreken, maar niet helemaal. En dus ik heb gevraagd ook van oké, de volgende keer gaan we met collages. Is het gewoon even iets netter, niet rondrennen. Ik zei, als je dan, ga je dan meedoen? En dat heeft ze beloofd, dus we gaan het zien. Nu, in één keer naar rechts. Ik denk dat wat ik ook wilde bereiken was een soort van samenwerking. Want het was het van switch met die, ga daarheen, doe je ogen dicht en iemand anders moet jou leiden. Niet kijken, nog niet kijken. Nee, kijken. Oké, perfect. In mijn creativiteit hou ik wel van als iets niet echt structuur heeft. Maar ik denk met een hele grote groep, met jongeren die al een beetje overal nergens zijn, dat het niet echt werkt. Ik vind het gewoon lastig als we gewoon opeens iets moeten tekenen. Ik heb moeite met mijn creativiteit naar boven halen. Ik zie wel dat je er heel erg in gaat zitten. Dat je gewoon helemaal gefocust bent. Dat wel. Als ik zeg maar een keer echt probeer te tekenen, dan lukt het wel. Ik heb geleerd van Raquel dat ik in ieder geval niet zoveel controle hoef te hebben. En dat ik anderen ook kan toevertrouwen. Maar tijdens de nabespreking van alle werken wordt de chaos Anouk te veel. Nou opdonderen! Ik ben echt... Gek van jullie, echt. Maar joh, als ik kanker zeg, dan ben ik echt boos, ja. Met dat gummetje door de klas. Dan denk ik van, hier zitten ook gewoon kinderen boven de 18. Ik denk, ik doe gewoon volwassen. En dan vraag ik het 2 keer en dan bij de 3e keer gooien ze het weer. Ja, dan word ik zo boos. Dan kan ik iemand wel voor de kop stompen. Zo boos ben ik dan. Ik zeg gewoon kanker, hè. Ik zeg nooit kanker. Dat is geen schuilwoord voor mij. Ik ook. Ook omdat mijn moeder op kanker heeft gehad. Maar echt, als ik kanker zeg, jongen, dan ben ik echt boos. Ik vond op zich wel dat ze gelijk had toen ze zo boos werd. Maar ik dacht ook wel van, ja, ik moet ook wel een beetje kunnen kloten. Ik vind het niet normaal acceptabel gedrag. Als ik met kanker zeg, ben ik echt boos. Oh, nou, dan ben ik wel vaak boos.